Ben je klaar? Oké. Vijf, vier, drie, twee, één. Nerd TV. Hoi hoi. En welkom bij... Nerd TV. Een programma voor nerds. Zoals jullie. Door nerds. Zoals wij. En over nerds. Zoals jullie en wij allemaal. Au, ah. Sorry. Vandaag gaat het over onweer, bliksem, patboomknal. Vroeger dachten de mensen dat als het onweerde, dat de goden boos waren. Onzin natuurlijk. Totdat er een slimme nerd was die zei... Mensen, het onweer komt niet van God, maar van een elektrische ontlading in de atmosfeer. Want het zijn de nerds die de mensen de ogen openen. Zoals Einstein. Bill Gates. En Willy Wortel. En kreeg die onweernerd de Nobelprijs of een miljoen? Wel nee, nee hoor. Die werd in de cel gegooid. En op de brandstapel. I'm a nerd. Huil. Huil. Bimmetje, ja. Dan gaan we nu onweer namaken. Ja! Wat een rotweer, hè? Erik-Jan, hoe weet je hoe ver weg het onweer is? Nou, Katinka, dat is het aantal seconden tussen flits en knal, gedeeld door 3. Dus als er 3 seconden zit tussen de flits en de knal, is het onweer 1 kilometer ver weg. Juist hem, Katinka. En dan moet je enorm uitkijken. Ja. En nooit onder een boom gaan staan, want daar slaat de bliksem in. Nooit onder een lantaarnpaal. En weg met die mobiele telefoon, want die trekt de onweer aan. Ja. Hallo, Erik-Jan. Nee, ik zit midden in een televisieopname. Pim. Het belangrijkste wat je moet hebben is een bliksemafleider. Ja, want als je de bliksem afleidt, dan slaat hij ergens anders in. Ja, je kan bijvoorbeeld een heel grappig pak aantrekken om de bliksem af te leiden. Kijk maar. Tot de bliksem ineens denkt, wat is dat voor een grappig pak? Hè? En ik word helemaal afgeleid. Of je pakt de speciaal door Erik-Jan en Katinka ontwikkelde nerd bliksemafleidermuts. Het is een ijzeren muts met een punt. En die kan je dan bijvoorbeeld opzetten bij je niet-nerd. En dan zeg je, zet maar op, het is heel erg hip en groovy en urban. Ja, en dan stuur je de niet-nerd naar een open veld. En dan wordt de bliksem afgeleid. Kan je lachen, jongen. Domme niet-nerd. Dit was Nerd TV. Tot nerd. Nerd power. Nerd TV. Die bliksemafleider met ze, is dat je goed, Katinka? Ja? Ja. Nee, is dat je ook wel heel goed, hoor. Oh, dank je. Is dat wel uit, toch, Pim?